Hallo beste leerlingen en welkom bij dit filmpje voor levensbeschouwing. We gaan het hebben over de definitie van levensbeschouwing. Levensbeschouwing, ik wil dat je er eigenlijk twee dingen van weet. Het eerste is het woord zelf. Levensbeschouwing. Beschouwen heeft te maken met kijken naar. Denk ook maar aan het woordje schouwburg. Dus een levensbeschouwing is niet meer dan kijken naar het leven. En dan nu de tweede betekenis. Waar kijken we dan precies naar? Wat voor onderdelen van het leven? Nou, we kijken dan naar drie onderdelen. We kijken naar de mens, de wereld en God. En de mens valt uiteen in ik en de ander. Wie ben ik? Wat is mijn toekomst? Wat zijn mijn verlangens? Wat is mijn angst? Maar ook, hoe moet ik omgaan met de ander? Wat mag ik van de ander verwachten, maar vooral hoe moet ik me inzetten om het voor die ander een beetje leuk te maken. Het stukje wereld, hè, het tweede onderdeel was wereld. Met wereld bedoel ik alles wat je om je heen ziet. De plaats waar het ik in gesitueerd is. En dat betekent dus dat het ik staat in de geschiedenis, heeft een achtergrond, maar staat ook in contact met de maatschappij, met de wereld om zich heen of om haar heen. Dat is dus ook waar de wereld dan om gaat. En bij God, daar bedoel ik alle vragen mee die samenhangen met wat is waarheid? Wat is het goede? Wat is echt absoluut verkeerd? Zijn er meerdere goden? Is er één God? Is er absoluut geen God? Kun je niet weten of er wel of geen God bestaat? Is dat een vraag die voor mensen onbeantwoordbaar is? Nou, dat valt voor mij eigenlijk allemaal samen onder het kopje God. Dus, kortom, levensbeschouwing, kijken naar het leven, welke aspecten van het leven, de mens, de wereld en God. Dankjewel voor het kijken, duimpje omhoog, abonneren en tot de volgende video. Houdoe!